Ja, zo met meteen van die heftige zaken achter elkaar. Voelt u misschien, zou heel menselijk zijn, een langzaam vlaagje moedeloosheid optrekken? Niet doen. We hebben namelijk goed nieuws over een zaak die 2 maanden geleden in de uitzending zat. En toen misschien ook wat hopeloos voelde. Begin oktober besteden we namelijk aandacht aan de dood van Aziz Muhammad in 1991. Aziz was een Pakistaan die hier werkte voor een betere toekomst voor zijn gezin. En om hier legaal te wonen ging hij zelfs een schijnhuwelijk aan. Aziz Muhammad werd in september 1991 vastgebonden en zwaar toegetakeld gevonden in de kofferbak van zijn eigen auto. Die stond aan de Spangense Kade in Rotterdam. Nou, 2 maanden geleden zetten we hier dus alle sporen nog eens op een rij. Nu aan de telefoon mevrouw Van Duivenbode. Dat heeft wat opgeleverd. Ja, zeker. We hebben goed nieuws. We hebben mede dankzij de uitzending dus na 28 jaar een verdachte aangehouden. We hebben gisteren een 72-jarige man uit Rotterdam gearresteerd. Het DNA-profiel van deze verdachte blijkt te matchen met het in het onderzoek aangetroffen DNA-profiel op de sporen destijds in de Toyota Corolla. En de verdachte past ook in het scenario dat het schijnhuwelijk tussen Aziz en een Nederlandse vrouw mogelijk met zijn dood te maken heeft. Nou, we gaan nog door met het onderzoek, dus als mensen alsnog iets willen vertellen zijn we daar heel blij mee. Maar dit is een bijzondere doorbraak die we alvast even met de kijkers wilden delen. Nou, dat vinden we ontzettend fijn. Goed om te horen, mevrouw Van Duivenbode. En fijn dus voor u om te horen dat meedenken echt heel erg goed werkt.